Jullie zijn allebei oud-Lonnekers, Lonnekenaren. Ja. Geboren en getogen in Lonneker. Ja. 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 Vertel eens, hoe zag dat er hier uit? Dat was in rietbeweging. Kikkervisjes vangen kon je hier dus alle tijden. Ja, dat was dus... Dat was een fan. Ja. Het was gewoon een fan. Een fan. En in de jaren 50 zijn hier die huizen gebouwd. Wat is er toe gedaan? Want je kan niet zomaar in het moeras bouwen, zeg maar. Dus hier 2 meter grond opgebracht. 2 meter grond? Ja, en als je hier de funderingen van deze huizen ziet, ja die zitten op 2 meter diep. Ja, ja, ja. Voordat je op vaste grond zit. Dan zit je nog niet op vaste grond. Zit je nog niet op vaste grond. Hoe hebben ze dat gedaan dan? Door de funderingen heen. Zover ik weet zit er nog helemaal trekstangen door de funderingen heen om scheurvorming te voorkomen. Ja, precies. Ja, om het helemaal bij elkaar te houden. Want jij hebt een aanbouw gepleegd, Leo, hier zo. Dat is ook een klus geweest dan, denk ik. Dat is een hele klus geweest. Ja. We zaten op 1,80 meter in de grond. Dan hadden we nog geen vaste grond te pakken. Het water kwam aan alle kanten, kwam je toegeweld daar. Hij zegt van... Het was een verschrikking daar, zo diep in de grond. Het was binnen de kortste keer, was net als je in de yoghurt liep. De hele plaat die zakte me naar beneden neer. Dat was echt een verschrikking daar. Dus, dat we zien droog te krijgen, een half uur eruit graven en voorzichtig erin dat het aandroogde. En daar is de hele boog gegaan. Er waren aan alle kanten waren de sloten, er is niks van weer te vinden. Nee. Dat is de Scholterijmenstraat, waar hier direct achter ligt. Dat je zegt van, daar liepen aan alle kanten grote sloten nog mee op. Ik weet niet hoeveel plekken hier in Lonneke dat je zegt van, daar waren sloten. Oppervlaktewater, waar dus gewoon gemakkelijk wegliep. Ja? Als je langs de Voortsweg gaat, hadden we een vroegere spoorlijntje lopen. Uh-huh. Aan weerskanten van die spoorlijn liep een sloot. Nou, die beide sloten zijn weg. Ik denk ook van heel vroeger uit dat die boeren er belang bij hadden om dat water weg te krijgen. Die waren toen iets misschien beter gemotiveerd daarvoor om te zeggen van doe dat. En nou wordt gezegd van als ik die 1,5 meter grond erbij kan gebruiken, dat is toch een voordeel. Ja? Weet je wat is, we zoeken meter dat spulletje dicht. Ja. En we hebben dat schoonmaken niet meer. En hoe vaak hebben we dan nog water? Dicht met die handel. Ja. Wij gaan 1 keer per jaar gaan we hier de kerstboom neerzetten. Uh-huh. Midden op het plein hier. Ja. Maar we hebben een tegel liggen. Ja. We hebben een grote ijzeren buis in de grond. En dan halen we die tegel eraf. Maar dan staat water tot gelijk met de tegel. Hè. Dat zal misschien na net die wel wezen. Wat hier naar boven in komt. Ja. Van vroeger uit. Ja. Daarachter heb ik je laten zien dat er een vijver is. Ja. Ja? Er zat hier voor in de straat zat er vroeger ook zo'n vijver. Ja? En eigenlijk in dat stuk waar de woningen staan. Ja. En dat gebruikte de mensen toen eens tijd als bleekvijver. Dat liep, water zat er altijd in, daar werd er was mee gedaan. Dat ja, was, ja. Ja. Er is hier de riool ingekomen en ik weet niet precies hoeveel jaren. Het zal 10, 15, 20 jaar misschien al wel geleden. Mm-hmm. Helemaal de straat eruit geweest, nieuwe riool erin gekomen. Ja. Voor de tijd nooit geen problemen nee. En na de tijd wel. Dat hadden we op de vergadering vorige keer dat ze zeiden, het oude riool is op zoveel plaatsen lek geweest, dat hij een soort drainage heeft gehad, dat ze zeggen van daar kon het water ook weer inlopen, omdat die lek is. En met het nieuwe riool komt water met het nieuwe riool kon het water er niet meer inlopen, dus de grondwaterspiegel kwam hoger op. Ja. En daar waren de verscheidenen die dus het water in de kelder hadden staan. Ja, de gemeente gaat hier een drain leggen, van de Dorpstraat tot aan de Scholterijmenstraat, en dan die lus van Termeulenplantsoen erbij. En die drain die komt op 2 meter te liggen. Mm-hmm. En die wordt aangesloten op de riool van de Dorpstraat, heb ik begrepen. En wat verwachten jullie van die drainage? Ja, daar zal ook wel jaren over ingaan. Als ik die drainage buis zag, heb ik daar wel vertrouwen in. Dat je zegt van, die stroming zal natuurlijk na zo'n buis van zo'n 20 centimeter doorsnee, zal met de jaren wel op gang komen. Ja, en het is nou gewoon dat het aanstijgt. Ja, en gewoon met mindere regenbuien, dat je zegt van, het zakt toch op een of andere manier wel ergens weg. Ja. Ja. Dat het met die drainage dat het wel beter wordt. Ja. Maar dan niet op korte termijn. Niet op, zeg van, ik zit volgend jaar al met droge kelders hier. Dat, ja, de grote vraag is van, het wordt aangesloten op riool. Ja. En dat riool, daar kan het nu al niet aan. Hmm. En dan heb je daar een drain liggen. En dan krijg je weer die regenbuien. Ja, dan kan het water nog niet weg. Nee, precies. Ja. Ja.